Kijk om je heen. Denk goed na. Wat weet je? Wat zegt je verstand? Wat zegt je gevoel? Het gaat nu beginnen. Luister goed. Wat hoor je? Wie is de mol? Of ik de mol ben? Dat zullen we zien aan het eind van het programma. Ben ik de mol? Ja. Maar nee, ik ben ik de mol. Iedereen kan de mol zijn, dus ik ook. Maar de vraag is alleen of je er een zorgeloze tijd voor wil. Nou, ik zou best de mol kunnen zijn. Is het vrij relaxed. Net al antwoord zeg ik. Ben ik de mol? Wie zal het zeggen? Of ik de mol ben? Ik zou wel een hele goede zijn. Maar niet heel erg. Ik denk dat ik wel een goede mol zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat dat ik dat wel kan. Ik denk dat ik wel een hele goede mol kan zijn. Want de meeste mensen zien mij toch wel als... Ik geloof dat ik niet de mol ben. Maar zeker weten doe ik het niet. Het zou zomaar kunnen. Ja, ik zou een hele goede mol kunnen zijn. Interessant persoon. Gegeven dat ik dus helemaal niks van de mol weet. Ik denk dat ik wel een hele goede mol kan zijn. Kandidaten, jullie worden mentaal en fysiek uitgedaagd. Jullie moeten informatie vergaren over de tegenstander in jullie midden. Wie is te vertrouwen en wie niet? Jullie zullen elkaar hard nodig hebben. Maar jullie zijn ook elkaars tegenstander. Want allemaal willen jullie het antwoord weten op die ene vraag. Wie is de mol? Als jullie net goed hebben geluisterd, dan weet je dat inmiddels. Want de mol heeft zojuist zelf antwoord gegeven. Welkom bij seizoen 21 van Wie is de Mol?